Nemen we nu een kijkje bij de eenheid Rotterdam op de Bosdreef in de Maasstad. Tijdens een grootscheepse alcoholcontrole zijn twee jongens op een scooter er plotseling vandoor gegaan. Pas na een pittige achtervolging en doortastend optreden van de motoragent is het gelukt om de jongens staande te houden. En al snel wordt duidelijk waarom ze op de vlucht sloegen. Je krijgt een boete dat je zonder rijbewijs hebt gereden. Ik heb niet gereden. En je krijgt een boete dat je zonder helm hebt gereden, achterop hebt gezeten of gereden hebt. Ik heb achterop gezeten zonder helm, dat ben ik eerlijk over. En dan en artikel 8. Artikel 8? Ja. En maar meneer, mag ik één ding vragen? Waarom pakt u mij bij mijn nek vast? Ik had het niet bij je nek gepakt. Jawel. Hoogste tijd om vast te stellen hoeveel deze jongeman precies gedronken heeft. Even goed, voorzitter. Monster. Ja, meneer, hij ligt voor me dan. Kunnen we het er even over hebben. We gaan eerst even het een afhandelen en dan het ander. Luister eens goed naar me. Kijk eens naar me. Hij ligt gewoon, hè. Serieus, hij ligt gewoon. Hoe kan je liggen als politieagent? Als je als politie niet meer kan vertrouwen, wie kan je dan vertrouwen? Niemand. Wat ik net zei, ik hoor hem zeggen dat het klopt dat hij jou vast heeft gepakt. Hij heeft mij bij mijn nek gepakt, hij heeft mij vastgepakt, hij heeft mij een platte hand gegeven. Ja, ik ben er niet bij geweest, maar kennelijk is er wel aanleiding voor geweest. Dat is goed, nee. Luister eens even. Ik wil alleen zijn nummers straks hebben die... Dat komt goed, dat komt goed. Dan ben ik klaar, kijk, dan ga ik iets advocaat bij hem sturen, wacht maar. Luister, kijk eens samen. Laat mij eerst even samen zaken doen. Ik lieg niet gewoon, hè. Ik ben gewoon serieus tegen u. Maar als hij gewoon normaal tegen mij doet, dan is het gewoon oké. Maar hij doet niet normaal. Ik ben gewoon eerlijke jongen. Ik doe alles normaal. Ik doe alles eerlijk. Maar één keertje moet deze teringlijn mij gewoon velen doen. Luister, kijk eens naar me. We gaan netjes praten. Deze nee, meneer... luister eens naar mij. Kijk eens naar me. We gaan netjes praten. We gaan niet beledigen. Ja? Even je gemak. Ja. Inademen en in één adem uitblazen totdat hij van kleur verspringt. En dan gaan we het zo verder over hebben, als je wil. Ja, kom maar. Dat is goed. De uitslag bedraagt 330 UGL. Nou, ik heb geen idee wat het inhoudt. Nee, dat snap ik. Je blaast 330 en... Luister eens, ik ben tegen je aan het praten. En wettelijk gezien mag je 88 en vanaf 95, want je hebt geen rijbewijs, krijg je procesverbaal. Oké, dus dat betekent dat jij 3,5 keer naar boven zit. En dat betekent dat deze jonge man van de officier van justitie te horen gaat krijgen wat zijn straf zal zijn. Daarnaast reed hij zonder rijbewijs, zonder helm en bleek de scooter ook nog eens te zijn opgevoerd. Al met al is zijn poging om onder de boetes uit te komen falikant mislukt.